Dit is het Omroep Tilburg nieuws van dinsdag 6 februari, met vandaag. Bewoners willen einde aan parkeeroverlast Willem II stadion. Tweedehands bruidsjurken ingezameld bij Tante Pollewop. De politie gaat tijdens thuiswedstrijden van Willem II strenger controleren op fout geparkeerde auto's in de omgeving van het stadion. Ja, altijd. Al sinds dat ik hier woon staat dat er veel volgeparkeerd, zou ik maar zeggen. Bewoners van de omliggende wijken ervaren namelijk veel overlast van wild geparkeerde auto's. Ja, ik kwam hier aan na het sporten, zeg maar, en het stond gewoon helemaal vol. En ik kreeg mijn auto nergens geparkeerd. Toen ben ik nog even naar het tankstation gereden, rondje gereden, om te kijken of er misschien een parkeerplek vrij was gekomen. Ja, dat was niet. Ja, en ik zag gewoon geen mogelijkheid om hem hier ergens neer te zetten in de straat waar ik woon. De politie kan geen onderscheid maken tussen auto's van de voetballiefhebbers of die van bewoners. Zo kan het dus gebeuren dat je als buurtbewoner ook een prent in de bus krijgt. Ik was klaar met sporten en ik stap mijn auto uit. Zie ik twee politieagenten fietsen. Die zien ook dat ik mijn auto daar heb neergezet. Ze zeggen gewoon goeiedag of goeieavond. Ja, goeieavond. Ik ga naar binnen. Volgende dag dat ik wakker word, lag er dus een bonnetje op mijn auto. De meningen zijn verdeeld over de vraag of het uitdelen van boetes de oplossing is voor het probleem. In ieder geval niet geen bonnen uitschrijven, want daar los je probleem niet op. Ik vind dat er gewoon voor de mensen die graag naar het voetbal gaan kijken, dat daar gewoon parkeerplekken voor gemaakt worden. En ik vind het jammer dat er zo gauw al bonnetjes uit worden gedeeld. Ja. Ja. Voorlopig blijft het nog wel even lastig om tijdens een thuiswedstrijd de auto kwijt te kunnen in de buurt. Een van de hoogtepunten van het huwelijksfeest is toch wel de trouwjurk. Maar goedkoop is het kledingstuk over het algemeen niet. Zeker niet als je je bedenkt dat je het niet vaak zult dragen. Met die gedachte zijn er bij Tante Pollewop nu een aantal trouwjurken ingezameld, zodat ook mensen met een kleine beurs kunnen schitteren op de grote dag. Nou, ik was in de kerstvakantie mijn kelder aan het opruimen. Toen vond ik mijn trouwjurk. En toen dacht ik, zonde, dat draag je dan heel even en dan nooit meer. Misschien wil iemand anders hem wel hebben. Dus ik postte dat op Twitter, misschien wil iemand hem hebben. Daar kwamen best wel wat reacties op. Maar de leukste reactie kwam van hier, van Tante Pollewop uit Tilburg. En toen dacht ik, Haarlem, ik kom uit Haarlem, helemaal naar Tilburg. Dat is wel ver voor één jurk. Dan kun je zeggen, ik ga niet. Of je kunt zeggen, ik regel er gewoon een paar jurken bij. Dus dat heb ik gedaan. Weer een oproepje gedaan. En uiteindelijk heb ik 6 jurken gekregen en zijn er ook nog 2 opgestuurd. Een tweedehands trouwjurk kan toch wat vreemd in de oren klinken voor een aanstaande bruid, maar het komt toch steeds vaker voor. Nou, in eerste instantie zijn bruiden daar denk ik wel bang voor. Ze gaan ook via Marktplaats kijken naar jurken of bij outlets waar je misschien ook niet precies hebt hangen wat jij had bedacht. En als je een beetje open-minded bent, er hangt heel erg veel, dan is er absoluut iets wat jou doet stralen. En dan vervallen alle bezwaren ook. De trouwjurken brengen vaak ook een bijzonder verhaal met zich mee. En die verhalen zijn niet altijd even vrolijk. Iemand die vlak voor haar huwelijk verlaten was. En die had die jurk over. En 7 jaar later ontmoette ze een nieuwe man. En is ze toch in diezelfde jurk met een nieuwe man getrouwd. Nou ja, dat soort verhalen. Al met al was het inzamelen van de jurken een verrassende ervaring. Dat het zo emotioneel is, was voor mij het verrassend. Dus ik bedoel, ik ben getrouwd en dat was gewoon een hele leuke dag. Maar ik heb daar niet nu nog allerlei heftige emoties bij. Terwijl het voor andere mensen echt heel een emotioneel ding is om afstand van te doen. En dan nog het weer. Komende nacht gaat het met min 7 graden Celsius flink vriezen. Maar morgen overdag blijft de temperatuur boven het vriespunt. Waar in de ochtend en avond nog wat bewolking is, zal het in de middag redelijk zonnig zijn. Dit was het Omroep Tilburg nieuws van 6 februari 2018. Voor meer nieuws kun je terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.